In zijn meest recente uitzending heeft Arje Lubbach weer eens stof doen opwaaien met een scherpe, zij het wat verneinige, opmerking over niemand minder dan Jeroen Pauw. De avondshow werd onmiddellijk verstoord door een golf van afkeurende geluiden uit het publiek, wat de sfeer in de studio behoorlijk gespannen maakte. Ja, dat is heftig voor hem, klonk het terwijl Pauw zich geïrriteerd richtte op de onverwachte onderbreking. Wat Arje Lubbach echter echt dwars zit, is de schijnbare inertie rondom de ontmanteling van Schiphol. In zijn meest recente uitzending van de avondshow nam de presentator uitgebreid de tijd om zijn ongenoegen te uiten over het feit dat de luchthaven nog steeds functioneert als een HUB voor vliegreizigers uit heel Europa. Zijn kritiek werd geïllustreerd met een pikant fragment uit een oude TV-reeks van Jeroen Pauw. Lubach leidde het bewuste fragment in met een knipoog: probeer dat maar eens uit te leggen op TV. Dan wordt er voor de echte Schiphol-experience meteen een krijzend kind neergezet. Terwijl we Jeroen zien worstelen met de overlast van het huilende kind. Maakt Arjen vervolgens een scherpe, toch wellicht wat filine grap? Ja, stop maar even. Het is wel heftig voor Jeroen Pauw. Bij elk krijzend kindje beseft hij dat het statistisch gezien waarschijnlijk van hem is. Niettemin gaat Lubbag snel over tot de kern van zijn betoog. Hij is vastberaden om Schiphol te decimeren met argumenten die variëren van overlast tot milieuschade. Schiphol zorgt voor heel veel overlast om nog maar te zwijgen van de milieuschade. Dus het zou goed zijn en logisch om Schiphol wat kleiner te maken, briest de presentator. De schimpende toon van Lubach vervolgt, ooit was vliegen supercool, maar dat is honderd jaar geleden en toen wisten we nog niet hoe slecht vliegen was. Zijn alternatief? Vliegen via Frankfurt, met een extra tussenlanding ergens anders. Een ogenschijnlijk tegenstrijdig voorstel, maar volgens Lubach precies wat de planeet nodig heeft. De discussie over Schiphol lijkt dus nog lang niet te zijn verstomd, en Arjen Lubach blijft met zijn scherpe tong de nodige controverse veroorzaken in Medialand.